De finale van de basketbalcompetitie bij de vrouwen leek een eentonig verhaal te worden. De Lions uit Landsmeer kwamen met 3-0 voor in de Best of Seven-serie tegen Bemmel. Maar op de laatste treden kreeg de club hoogtevrees. Bemmel won 3 keer op een rij en dus staat het nu 3-3. Vanavond de 7e en beslissende wedstrijd. U hoort Joop Vernooy. De spanning in de serie stijgt ten top in Landsmeer. Onder de rook van Amsterdam, daar valt de beslissing. Wedstrijd 7, de laatste kans voor de Lions. Wij moeten niet meer terugdenken, dat weten we, dat is een 0-0. En dan geven we 1 wedstrijd om kampioen van Nederland te worden en waar dan ook thuis. Dus we zijn alleen maar in voordeel. De laatste wedstrijd die we uitspelen hebben we ook gewonnen, hebben we goed gespeeld. Sindsdien zijn we lekker bezig, dus geef ons gewoon een goede kans vanavond. En dus spanning bij de beide ploegen. Molly McDowell, de zenuwen vliegen de speelsters door de keel. En ook mooie scores. En weer is Lions goed bezig. Spanning bij de dames uit Bemmel. Die spelend in het zwart. Met spelverdeelster Karin Kuyt en Jill Bettonville. Het schot uit de hoek is een driepunter van Jordi Kaufman. En de voorsprong voor de bezoekers uit Bemmel. Lions volledig onder spanning. Missen. En de rebound is weer voor Bemmel. Chris Biesters en hier Karin Kuyt, de spelverdeelster van Bemmel. Prachtig gespeeld en het is juist door haar spel dat Lek Detect Bemmel terug is in deze serie. 3-0 achter, nu is het gelijk 3-3, wedstrijd 7. Molly McDowell vergaloppeert zich, verliest de bal. Overname Bemmel met weer Karin Kuyt. Ruim 1000 toeschouwers in Landsmeer. Lions met het thuisvoordeel, maar Bemmel met het balbezit. Het wordt er moeilijk gemaakt. Ze speelt af, geen contact, bal kwijt. Kans voor Lions om weer terug te komen in de wedstrijd. Om voor de 4e en laatste keer een gooi te doen naar de landstitel. Sharon Belt, bal valt niet goed. Weer nu voor Bemmel. Spanning over en weer. Intense wedstrijd. Dan vanuit de hoek Gabrielle van der Bos met een driepunter. Het gat is 6 punten in het voordeel van Bemmel. Meteen daarop Myrthe Belt. 4 puntjes het verschil, het kan nog. Weer balbezit voor de Lions. Volgende aanval, Kim Hartman. Raak en dan is het gat nog maar 2 punten. Het kan alle kanten op in deze 7e en beslissende wedstrijd. Jill Bettonville, aanval weer voor Bemmel. En een driepunter van Jordi Katman. Haar 5e driepunter in deze wedstrijd. Dan weer slordig balverlies van Bemmel. En dan kan het nog voor Lions. Het moet nog voor Lions. Sharon Belt verkleint het gat alweer. Verschil nog maar 5 punten. En dan moet Lions vanaf nu alles goed doen om die achterstand nog in te lopen. Molly McDowell zet de medespelers nog even op de goede plek. Gaat voor de soloactie. Toch de paas en dan verdwijnt de bal over de zijlijn en zo gooit Lions de kansen op de titel weg. In de slotfase moeten ze veel fouten maken en dat resulteert in vrije worpen voor Bemmel. Jill Bettonville benut de laatste en dan is het duidelijk 61-69. De overwinning is voor de ploeg uit Bemmel. De ploeg die 3-0 achter stond in deze finale. Vervolgens 4 wedstrijden won en er met de eerste landstitel vandoor gaat. De ploeg wanhoopte niet, bleef vechten. En onder leiding van de speelster hier op de schouders, Karin Kuyt, werd de eerste landstitel toch nog mogelijk. In het hol van de leeuw moet je hem pakken. En het is goed, denk ik, voor ons gevoel geweest dat we hem vorige week ook al een keer hebben gewonnen hier. Maar ja, het is een droom, hè. En van tevoren denk je gewoon, oké, we gaan het aanval voor aanval spelen en defense voor defense. Maar dat je het dan echt plikt, ja, is echt ongelooflijk. Ja, ongelooflijk inderdaad.